Jarumaki was het eerste en tot nu toe het enige konijn op het eiland met een brievenbus. Hij had zijn bus felrood geschilderd. Daarna schroefde hij hem op een lange paal en zette deze hoog op het duin. De paal stak ver boven alle struiken uit en was zo lang dat Jarumaki een laddertje nodig had om zijn brievenbus te kunnen legen. "Denk je soms dat ik scheel ben?" kraste Karima de kraai beledigd toen ze de hoge rode brievenbus voor het eerst zag. Zij bracht op het eiland elke dag de post rond. Jarumaki dacht het niet, hij wist het wel zeker. Karima had nog nooit een brief recht zijn hol ingeswiept. Zijn brieven vielen in de stekelstruiken, hingen soms hoog in een den of vlogen meteen weer weg met de wind. Maar dat zei hij niet hardop. Straks bracht ze hem helemaal geen brieven meer. En brieven, daar hield hij juist zo van.